Ik wilde nu even beginnen met het groeifonds, want dat stipte de minister-president aan. Het gaat mij er niet om of het woord klimaat wordt genoemd. Dan kunnen we de bingo-kaart invullen en dan klimaat. Het gaat mij over hoe dat fonds is vormgegeven. En als ik dat heel goed lees, dan is de enige maatstaf eigenlijk waar naar wordt gekeken, de enige die hard staat omschreven, bijlage C. Wat is de bijdrage aan de groei van de economie, BBP, vastgesteld door het Centraal Planbureau? En dat is gewoon niet genoeg. En eigenlijk, voorzitter, vind ik dat dat moet worden aangepast. En dat het dus niet alleen moet gaan over economische groei. En dat dat breder moet zijn. Bijvoorbeeld over de CO2-impact die er is. Wat de bijdrage is die het levert aan de transities. En om eerlijk te zijn, een fonds dat als enige doelstelling nu genoemd heeft economische groei, is volgens mij niet van toegevoegde waarde. Is weggegooid geld. Moeten we niet doen. De minister-president. Oei. Ja, maar dan... Daar denken we er toch wel weer verschillend over, vrees ik. Ik dacht dat het verschil meer kleiner was op dit punt. Laten we proberen dat gat weer te dichten. Kijk, economische groei is in een NNN-beleid ontzettend belangrijk. Er moet hard en stevig gewerkt worden. Dat doen we om de energietransitie vorm te geven en de klimaatverandering tegen te gaan. En er zijn ook allerlei investeringen nodig die niet leiden tot economische groei, maar wel noodzakelijk zijn om die CO2-reductie te realiseren en de energietransitie te realiseren. Dus dat is één heel groot hoofdstuk waar we aan werken met steun van GroenLinks en anderen in de Kamer. Cruciaal, op weg naar de 49% kan het zijn 55% CO2-reductie in 2030. Dat is dat stuk. Maar in een NNN-aanpak moet er ook gewerkt worden aan wat is er mogelijk om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst dit land, en dat is echt wel noodzakelijk, hè, wat mij betreft staan ons drie grote vraagstukken te wachten de komende 5 tot 10 jaar. Dat is het vraagstuk van onze veiligheid, dat is het vraagstuk van wat voor samenleving zijn wij, maar in de eerste plaats het vraagstuk van onze banen, onze economische motor ook van de toekomst. Zowel nu als in die toekomst. En voor die banen in de toekomst is het noodzakelijk dat wij ons realiseren dat heel veel van die banen er nu nog niet zijn. En waar zit nou de overlap tussen die groei in de toekomst en het vraagstuk van de energietransitie en de klimaatverandering? Ja, die overlap komt natuurlijk bij dit fonds. Omdat als je kijkt wereldwijd, en zeker in de hele westerse wereld, en je kijkt naar succesvolle investeringen die leiden tot exceptionele groei, zijn dat in heel veel gevallen groene investeringen. Investeringen juist in die energietransitie, in die klimaatverandering. Dus mijn overtuiging is dat die ook dominant zullen zijn. Maar het is niet zo dat elke klimaatinvestering leidt tot economische groei. En dan moet het nog steeds gebeuren. En dat doen we in het kader van de klimaataanpak. En ik zou dat ook echt willen pleiten. Dus naast het bestrijden van de CO2, van de opwarming en het vormgeven van de energietransitie, ook te blijven werken aan dat toekomstige groeivermogen. Waarom is dat noodzakelijk? Juist ook om het geld te blijven houden in de toekomst. Om met elkaar te kunnen praten over hogere zorgsalarissen, over meer defensieuitgaven, over lastenverlichting. Enfin, waar ook partijen hun accenten zetten. De heer Klaver. Voorzitter, hier staan we inderdaad toch helaas lijnrecht tegenover elkaar. Dit is echt ouderwetse politiek die ik hier hoor. Dit is echt politiek en een opvatting over de economie uit het verleden. Ik zeg helemaal niet dat economische groei geen onderdeel zou moeten zijn. Dat niet fijn is als we dat in de komende jaren zouden hebben. Sterker nog, ik denk dat investeren in klimaat ertoe bijdraagt dat onze economie het beter gaat doen. Maar als je dat echt gelooft, dan moet je ook de moed hebben om in zo'n fonds niet alleen op te schrijven dat het enige doel is het vergroten van het BBP. Maar dan zet je daarnaast op gelijke voet het belang van het terugdringen van de CO2-uitstoot. Welke bijdrage levert dit aan de andere transities die we doormaken in dit land? Hoe verstevigt het onze samenleving? Als je daar vertrouwen in hebt, dat investeringen in duurzaamheid ook goed zijn voor de economie, dan schrijf je dat op. Nu staat het er niet. En wat is het gevolg? Te weinig focus. Want alles draagt bij aan economische groei. Meer ongelukken, meer roken, een kolencentrale draagt ook bij aan economische groei. En ik wil dat als wij 20 miljard gaan uitgeven, waar ook nog een commissie een belangrijke rol in gaat spelen, dat wij het terugdringen en beperken en prioriteiten stellen, want daar gaan we hier over, waar je dat in doet. Dus groei, dat is wat u erin wil hebben, dat kan ik me voorstellen. Maar als dat het enige is wat hard staat omschreven in dit fonds, dan is dat niet genoeg. Daar hoort het terugdringen van CO2-uitstoot bij. En anders is het een ouderwets fonds. En dan vindt u ons echt lijnrecht tegenover u. We gaan niet 20 miljard uitgeven aan de oude economie. Ja, maar ik ben niet bang. Ik denk dat we het eens zijn dat dat niet zal gebeuren. Want je hebt een klimaatplan. Dat klimaatplan werkt naar de 49, kan het zijn 55, 2030. En een netto klimaatneutraal 2050 is ons doel.
dan heb je ook groei nodig. Al is het maar om die klimaatplannen te kunnen blijven financieren in de toekomst. Maar in de stukken staat niet voor niks dat de maatschappelijke kosten en baten positief moeten zijn. En wat zou dat nou toch raar zijn als wij nu gaan investeren in een grote petrochemische installatie met een enorme uitstoot, waardoor we tegelijkertijd weten dat we vanwege onze energie- en klimaatdoel dat dan vervolgens weer moeten compenseren met allerlei aanvullende maatregelen daar. Dan is de maatschappelijke kosten- en batenanalyse is niet positief. Maar zou je nou op voorhand zeggen, en ik denk dat daar de discussie over gaat, ben je voor of tegen economische groei? Dan zegt Klaver niet, ik ben tegen economische groei, voorzitter. Zo hoor ik dat. Hij wil, denk ik, vanuit zijn overtuiging voorkomen wat hij, denk ik, noemt het economisme, dacht ik, is dan de vakterm in GroenLinks-termkring. En ik denk dat we elkaar daar misschien ideologisch niet in vinden, maar praktisch wel in die zin dat dit fonds, als dat zou leiden tot meer vervuiling en meer uitstoot, juist omdat we afspraken hebben gemaakt over een energietransitie en een klimaataanpak, zou leiden tot nog meer kosten daar. Waarom zou je dat doen? Dat slaat toch nergens op? Toch, de heer Klaver. Ja. De heer Klaver. Voorzitter, inderdaad, dat slaat nergens op. Als je een fonds hebt van 20 miljard euro. En dat zou leiden tot gedrag wat we niet willen. Mm-hmm. Maar dan ga ik uit, en dat is onze taak, dat we dat moeten vastleggen in zo'n fonds. En ik zie, het is een groeifonds. Belangrijkste is, de belangrijkste toetssteen is, levert het een bijdrage aan de economische groei? Vooraf kunnen we dat niet eens over alles vaststellen, of het een bijdrage levert aan de economische groei. Je kan het niet eens vaststellen. En dat je in deze tijd, 2020, een fonds opricht waarbij niet één van de voorwaarden is dat de projecten die je doet bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, dan leef je echt in de vorige eeuw. En in plaats van tegenover elkaar te staan en te doen alsof het alleen om die economische groei zou moeten gaan, en u geeft eigenlijk toe, nee, dat zou ook niet moeten. Nee. Eens. Dan zou ik zeggen, neem het dan op in de hele governance van dit fonds. Dat economische groei tot je dienst. Maar wat het absoluut moet doen, ieder project wat eruit komt, is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Want dat is de grootste opgave waar we nu mee te maken hebben. Corona is een crisis van ongekende omvang. Met een enorme impact op alle mensen die hier wonen. Maar de klimaatcrisis is misschien nog wel een factor 100 zo groot als we die niet aanpakken. En wij zijn de klimaatgeneratie, de laatste die klimaatverandering een halt kunnen toeroepen. En als je dan 20 miljard uitgeeft aan de toekomst van de economie, dan moet het ook gaan, wat zeg ik, op nummer 1, het terugdringen van de CO2-uitstoot. Nou, daar ben ik het eigenlijk allemaal mee eens. Alleen wat hij dan zegt, voorzitter, is dat alle investeringen uit het fonds moeten gaan naar klimaat- en energietransitie. En daar ben ik het niet mee eens. Dus ik ben het eens. Ik bel hem af. Ik ben het met de heer Klaver eens, voorzitter, dat je vanuit de doelstelling die erin staat, namelijk dat de som van de maatschappelijke kosten en baten positief is, het niet denkbaar is dat dit fonds bijvoorbeeld in een kolencentrale gaat investeren. Dat gaan we dus niet doen. Want dan moet je vervolgens ergens anders, wegen het klimaatakkoord, weer allerlei kosten maken om die schade van die kolencentrale weer te compenseren. Twee, mijn overtuiging is, en dat zal ook blijken, dat veruit de meeste innovatieve technologieën en investeringen altijd ook te maken hebben, direct of indirect, met die klimaatverandering en de energietransitie. Dat zie je gewoon in alle West-Europese, Amerikaanse economieën gebeurt dat op dit moment. Met of zonder steun van het leiderschap. Maar als je zou doen wat hij zegt, en daar dreigen we een wat lastiger punt te raken, dat het per definitie alleen mag gaan om groene investeringen. Wat betekent dat nou bijvoorbeeld? Stel nou dat er een project komt, ik weet het niet, ik heb geen projecten nog gezien. Dus ik kijk even terug naar een discussie die we wel eerder hebben gehad, ook met de Kamer. Zou je als Nederland een topspeler willen worden in de wereld op translationeel medicijnonderzoek? Ik noem maar een onderwerp. Dat is een discussie van 10 jaar geleden en misschien niet meer relevant, maar hij was toen heel relevant en deels ook gerealiseerd. Stel dat je daar een topspeler in wilt zijn. Dat is misschien een investering waarvan we met z'n allen zeggen, ja, dat is geweldig voor Nederland. Maar translationeel medicijnonderzoek heeft geen directe bijdrage aan het bestrijden van de opwarming van de aarde. Is toch belangrijk. Leidt ook tot toekomstige economische groei. Leidt daarmee ook weer tot het geld wat je nodig hebt om te kijken naar zorgsalarissen, naar de defensieuitgaven, maar ook naar het financieren van onze klimaatplannen. De heer Klaver. Voorzitter, mijn probleem, ik kan me dit goed voorstellen. Volgens mij past dat er ook in, ook als je het hebt, als je CO2 als een belangrijke maatstaf neemt. Maar het gaat erom dat het fonds nu zo breed is vormgegeven. Kan de minister uitsluiten dat uit dit fonds geen investeringen voor, laat ik zeggen, vliegveld Lelystad worden betaald? Kan de minister-president uitsluiten dat hier geen nieuwe wegen van worden aangelegd? Kan de minister-president uitsluiten dat met dit fonds nieuwe kerncentrales, waar ik een wens van de VVD hoorde, worden gefinancierd? Voorzitter, mijn punt is, dit fonds is nu zo breed vormgegeven dat het focus mist.
En de minister-president kan lachen, maar 20 miljard euro geven, dat doen we niet ieder jaar. Nee. Dat doen we niet ieder jaar. En als je dat doet, dan moet het gericht zijn op de grote uitdagingen die we hebben. Medicijnonderzoek, zorgen dat we onafhankelijk worden, past daarbij. Maar dat levert niet, dat levert, nee, maar het levert ook geen bijdrage aan een grotere CO2-uitstoot. En wat nu mist, is de klimaatimpact die er met deze plannen wordt gemaakt. En als je alleen inzet op economische groei en daar geen CO2-reductie naast durft te zeggen, dan is het echt een fonds uit het verleden. Dan, ja, dan komt de minister-president ons echt tegen. Maar hij begon te zeggen, het moet bijdragen aan CO2-reductie. Ik ben blij dat we in ieder geval met elkaar vaststellen, dat hoeft niet per se, maar je zou moeten voorkomen dat investeringen leiden tot meer CO2-uitstoot. Dat is niet in alle opzichten 100% nu dicht te schroeien op dit moment. Dat debat moet denk ik plaatsvinden nader als deze begroting wordt behandeld. Dan zullen we ons daar nader op voorbereiden. Maar wat er nu al in staat, is dat er uiteindelijk, ik haal het toch nog een keer voor de zekerheid, want dat vind ik heel wezenlijk, dat die som van de maatschappelijke kosten en baten positief moet zijn. En dat gaat ons denk ik daar helpen. Dus laten we afspreken, denk ik. Ik heb heel goed geluisterd naar de heer Klaver. Ik wil graag ook dat hij dit ook kan meedragen. Ik was even bezorgd dat het zo zijn. Het mag alleen maar groene investeringen zijn. Dat hoor ik hem niet zeggen. Hij zegt dat moet niet leiden tot schade. Nou, dat zit in algemene zin nu in de voorwaarden. Laten we afspreken dat bij het debat over het fonds dat verder wordt, ja, wordt bekeken. Ik heb een